Iedere week neem ik het met behulp van een splinternieuwe gadget op tegen een professional. Een duel. En die gadget moet ik hier ophalen. Dankjewel. Nou, beste Klaas. Je gaat vandaag het duel aan met de chef-kok van restaurant 15, Michael Verswijveren. Wie van jullie kan de lekkerste biefstuk en gebakken zalm bereiden? Oh boy. Jij krijgt daarvoor deze gadget. Veel succes. Dat is toch gewoon een pan? Hier zal vast iets mee zijn. Ja, dat klopt helemaal. Deze slimme pan heeft namelijk een ingebouwde temperatuursensor. Die is verbonden met een speciale app op een tablet die precies bijhoudt wat er in de pan gebeurt en je ook vertelt wanneer de inhoud gaar is. Turn the heat up a lot. Turn the heat up a lot, ja. Het is natuurlijk gewoon koud buiten. Althans, voor een pan. Nu hopen dat ik hiermee de chef-kok van dienst in de pan kan hakken. Hey. Hey, Klaas. Goedemiddag, welkom in 15. Ik begrijp dat wij een duel met elkaar aangaan. Inderdaad, ja. Biefstuk en een zalm. Wat is jouw geheime wapen? Toch wel aandacht, temperatuur. Er komt wel wat gevoel bij kijken. Dus heel nieuwsgierig hoe je dat gaat doen. Ja, dit is mijn geheime wapen, maar daar ga ik je helemaal niks over vertellen. We gaan het duel aan onder streng toezicht van de beroemde chef-kok van Franse origine, Alain Caron. Als eerste gaan we zalm bakken. Jongens, de wedstrijd gaat beginnen. Ik wens jullie ontzettend veel succes, maar ik wil de huid krokant en binnen rosé. Veel succes, het gaat nu beginnen. Oké, aan de slag. Even het recept doorlezen. 10 spoon is een theelepel. Boter. Hoe dik is je zalm? Klein beetje peper en zout, niet te veel natuurlijk. 82, 83, 84, 190 graden. Ah, dat is echt super handig. De app zegt precies wanneer ik wat moet doen. Nu de zalm in de pan. Marvelous. Dit gaat goed. Oh, ik ga nu te hard. Hier is een bit too high. Het is een beetje te heet. Lekker is dat. Mijn zalm vecht terug. En bij Michael lijkt alles gesmeerd te gaan. Was onder controle? Ik ben een bit too high qua heat. Ah, kak, hij heeft hem al af. Ja, a bit too low, maar ik wil geen krokante worstjes, vriend. Ah, dat ging perfect. Met het nodige zelfvertrouwen naar de chef toe. Dan nu, het moment van de waarheid. Voilà. Nou, ik weet het. Ik vind deze lekkerder. Oké. Die is gewoon op smaak. Hier zit zout en peper. En de cuisson van de huid is mooi krokant. En het flesje is net zachter. Hier is gewoon flauw. That's it. Ronde 2, tijd voor revanche met de steak. Michael, Klaas, hier de volgende uitdaging. Entrecote. Wat ik heel graag wil is van buiten mooi krokant, van binnen rosé. En ik wil mals hebben. Okay. Alsjeblieft, okay. Klaas kan alles. En succes, jongens. Dank u. Oké, daar gaan we weer. Lekker veel peper en zout, zodat ik niet weer te horen krijg dat het te flauw is. Ach, kijk me glimlachen. Nou, wacht maar, jongen. De steek in de pan. Ah, mijn steek kan in de pan. Ga nu iets hard. Oké, geen paniek, Klaas. Hoofd koel houden. Dit moet perfect worden. Ik wil niet nog een keer op mijn kop krijgen van Alain. Nee, Donnie. Chef-kok Alain weet ook dit keer beslist niet van wie welk gerecht komt. Een goud eerlijke test dus, met een goud eerlijk oordeel. Wow! Oh, dit is spannend. Zelfs Michael weet het niet zeker. Hoeft niet allemaal op, hè, Alain?
ik weet het. Het is moeilijk. Maar ik ga toch wel deze. Bang! Yo! Die was voor mij. Ja. Ja! Die was voor mij. Ja, mooi. Mooi gedaan. Maar leg even uit. Kijk. Deze is gebakken tot de middel. En hij is rosé. Mooi legaal gebakken. Ja. Die is te rosé. Ik vind het ook heel lekker zo, hè. Maar het is niet wat ik had gevraagd. Het is 1-1, maar de echte winnaar staat hier natuurlijk naast me, want zonder pan was ik nergens geweest. Maar hij werkt dus wel. Kan ik een chef-kok verslaan met een slimme pan? Nou, met een lekker sappig biefstukje wel.